Thelma Polak, geboren op Saba, werkt als leerlingverpleegster in dit Joods psychiatrisch ziekenhuis, het Apeldoorns Bos. Eigenlijk wil ze arts worden, net als haar Surinaamse vader. Maar de oorlog gooit roet in het eten. En Joodse leerlingen zijn niet meer welkom. In het Apeldoornse Bos hebben ze weinig last van de toenemende onderdrukking van Joden. Maar hier zijn ze veilig voor deportatie, denken ze. Het Apeldoornse Bos ligt een eindje van de bewoonde wereld af en is grotendeels zelfvoorzienend. Er is een synagoge, een eigen bioscoop en de medewerkers vermaken zich met toneel en zang. Vele prille liefdes bloeien hierop onder de jonge personeelsleden. Ook Thelma is verliefd op de knappe, jonge verpleger Isaac Cohen. In die eerste oorlogsjaren is het hier een Joodse hemel. Maar dan... In 1943, een half jaar na de eerste deportaties, is ook dit psychiatrisch ziekenhuis aan de beurt. De SS komt zo'n 1300 Joodse patiënten en medewerkers halen. En dan verandert deze plek in een hel op aarde. In de nacht van 21 op 22 januari klinken ijselijke kreten op het terrein van het Apeldoornse Bos. Het geluid van honderden patiënten die gillen, kermen en krijzen gaat door merg en been. Veel patiënten zijn verward en zwaar gehandicapt. En ze worden op brute wijze in vrachtwagens geladen en daarna naar de treinen gebracht die al klaarstaan op het station van Apeldoorn. De patiënten die bedlegerig zijn, die worden in pyjama en soms zelfs naakt met matrassen en al ingeladen. Ze worden gewoon op elkaar gestapeld. En de patiënten die onderop liggen, kunnen geen adem halen en stikken. De vrachtwagens rijden hier af en aan, de hele nacht lang. De ontruiming van het Apeldoornse Bos komt niet geheel onverwacht. De helft van het personeel is inmiddels gevlucht en duikt onder. Maar Thelma kan haar patiënten niet alleen laten. Zoals Abigail St. Croos, 77 jaar oud, uit Curaçao. Een van de oudste bewoners en een van de lievelingspatiënten van Thelma. Ze probeert haar nog warm aan te kleden, haar koffertje in te pakken en haar wat eten mee te geven voor onderweg. Ook andere verpleegsters voelen zich geroepen om mee te gaan. Eén van hen schrijft nog die nacht in een brief: "Vandaag gaan we footsie. Waarheen weten we nog niet. En wat er met de mensen gebeurt, weten we ook niet." Over haar eigen lot tast ze ook in het duister. Maar haar toewijding wint het van de angst. "Als ik wil, kan ik duiken. Maar ik voel me verplicht om met de mensen mee te gaan. Want daar gaat je hart naar uit." Ze hadden dus kunnen vluchten. Maar ze doen het niet. Ze willen trouw zijn aan hun patiënten en komen in Westerbork terecht. Maar deze akte getuigt ervan dat ze in Westerbork zijn geweest. En hoe? Kijk, ze vragen dispensatie van wachttijd. Ze geven met verschuldigde eerbied te kennen Isaac Cohen en Thelma Esther Polak. Beide thans vertoeven in het kamp te Westerbork, barak 72, dat ze voornemens zijn met elkaar in het huwelijk te treden. Dat gezien de plaats van hun verblijf en hun aanstaande doorzetting naar Duitsland de grootste spoed bij de huwelijksvoltrekking gewenst is. En ze weten wat hun te wachten staat, maar ze kiezen ervoor het leven te vieren. En zonder aanwezigheid van haar eigen familie, maar met hun familie van het Apeldoornse Bos om zich heen. Trouwen ze met elkaar, trouwt Thelma met haar Isaac. Ze geven elkaar het jawoord in Westerbork. Op 2 maart 1943 gaan ze op transport vanuit Westerbork. Het is het eerste transport naar Sobibor. Helemaal niemand overleeft het. Maar dit is een stukje van die immens lange transportlijst. En kijk, op dit transportlijst staat Thelma als Cohen Polak. En door dat ene streepje tussen Cohen en Polak
Laat ze ons weten dat dit niet alleen een verhaal is van noodlot en wreedheid, van vernietiging, maar ook van de liefde. Hier moet je zien, ze staan zelfs naast elkaar op de lijst. Isaac Cohen en Thelma Cohen Polak. En zo staat ze ook hier op het monument. Thelma Esther Cohen Polak en het Apeldoornse Bos. Een plek die ons laat zien voor wat voor keuze we kunnen komen te staan. En die getuigt van de onbegrijpelijke wreedheid waar wij mensen blijkbaar toe in staat zijn. Maar die ook getuigt van hoe intens we elkaar en het leven lief kunnen hebben. Die getuigt van barmhartigheid en naastenliefde. Zoals hier zo mooi op het monument staat geschreven. Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad.